Goedenavond dames en heren, van harte welkom weer vanuit de Breepleinkerk in Rotterdam. En ook vanavond weer een improvisatieconcert rondom Advent en Kerst. Op dit orgel kan je natuurlijk je muzikale ei heel goed kwijt met improvisaties, ook rondom Advent en Kerst. Altijd weer gastvrij ontvangen door Koster Cornelis van der Plicht en Wim en Ellen de Penning, die beeld en geluid geweldig mooi weergeven vanavond. Dank ook voor de donaties. Ga ermee door, dan gaan wij ook door. Dank aan de bedrijven die een banner willen plaatsen. Wil je daar meer info over? Stuur dan even een mailtje naar info@martinmans.nl. Kijk ook even op mijn Facebookpagina of Instagram voor de concerten die live gegeven worden voor het publiek. Maar natuurlijk elke zaterdagavond een concert online om 9 uur. De komende weken ook met de koren, de mannenkoren. Hou het maar in de gaten. Ik ga beginnen met een improvisatie over psalm 132. Een psalm die veel klinkt in de tijd van Advent en Kerst. Ik zou zeggen, geniet ervan, hier vanuit de Breeplein. Thank you.
De volgende improvisatie zijn eigenlijk drie koralen op drie verschillende toonhoogtes. Eigenlijk steeds hoger, als een soort uitroep van kom, Heer Jezus, kom. En nu een improvisatie over een veelgevraagd lied rond kerst. En dat is: komt, verwondert u hier mensen. Thank you.
Ik ben altijd blij als ik hoor dat er ook kinderen luisteren en kijken. En dat er ook weer jonge lui zijn die gaan orgel spelen. Zo heb ik ook jonge talenten al heel vaak in het programma gehad. Onlangs nog Luc natuurlijk, die kennen jullie allemaal wel. En daardoor kunnen zulke mensen ook weer doorgroeien. En allerlei kansen aangrijpen om ook weer later misschien kerkorganist te worden. Want ja, kerkorganisten zijn er ook niet zoveel meer. Nou ja, voor de kinderen speciaal een improvisatie over hele bekende kinderkerstliedjes. Thank you.
met deze prachtige liedjes over kerstliedjes voor de kinderen ga ik afsluiten met een improvisatie over Hoor de engelen zingen de eer. Prachtige melodie die oorspronkelijk bij de componist Mendelssohn vandaan komt. Hoor de engelen zingen de eer. Na dit juichende Hoor de engelen zingen de eer, zijn we gekomen aan het eind van het programma. In de komende weken ook uitzendingen van de mannenkoren. Onder andere van de Gouden Stem vanuit de Lutherse Kerk in Den Haag. Hou het in de gaten, een prachtige kerk. Martin Zonnenberg aan het orgel, Pascal van der Velde is erbij, Marjolein de Wit is erbij.
en de mannen van de Gouden Stem en de Formation. Met de nodige solisten, waaronder Andries Stichter. Dus hou het in de gaten. Dat wordt mooi. Denk ik. Weet ik. Voor nu bedankt voor het kijken. Bedankt voor de donaties en de banners. Dank aan Ellen en Wim voor het prachtig in beeld en geluid weergeven van de uitzendingen. Dank aan Cornelis, de beheerder Koster en dorpelwachter van de Breepleinkerk voor straks wel te rusten. Morgen goede zondag. En ik eindig met de woorden van mijn lieve dochter. Het komt goed, want we hebben elkaar.